Nou ja, we hebben gelijk even gekeken. Gisteren een magere 181.000. Dat is lager dan het dieptepunt van Twan Huis met RTL Late Night. Ja, jij schreef er vorige week ook al een column over. Waar schort het aan? Aan inhoud. Eigenlijk komt het daar altijd op neer. Als je om 10:30 de moeite neemt om de televisie aan te zetten... kijk, ik zit er sowieso wel. Dat is het niet. Maar de meeste mensen zitten of buiten... of die denken op dat tijdstip, weet je, ik moet morgen vroeg op, ik ga naar bed. Als je dan nog voor de televisie wil gaan zitten... ja, dan zal er toch iets moeten zijn waarvan je denkt... goh, ja, dat wil ik nog wel even horen, wil ik nog wel even zien. Ja. En het hoeft niet altijd een hele zware discussie te zijn over weet ik veel wat... maar dan moet het wel, als het luchtig is, moet het wel goed luchtig zijn. Of er moet een presentator staan, zoals 2 jaar geleden boven Erve Dorens... die iets eigens geeft, die iets verrassends doet. Ja. Die had, als hij nu in Artis had gestaan, waarschijnlijk deuren opengegooid... en hij was langs de dieren gaan lopen, ik noem maar wat... Maar ja, dat hoef je bij Art ook niet te verwachten. En als dan de gasten ook tegenvallen, ja, dan ja, blijft er heel weinig over. Ja. Te gepolijst? Nou, te gemakzuchtig, denk ik. Ja, ja. Ja, nou, ik heb wel het idee dat het behoorlijk gerepeteerd is. Dat alle loopjes, alle tafeltjes, hè, de plek waar ze een interview gaan doen... dat het allemaal heel goed is deelgenomen. Nou ja, alle 1-2'tjes tussen hem en de sidekick. In ieder geval vorige week had ik ook het idee dat die zwaar gerepeteerd waren. En de verbaasde wenkbrauw omhoog. Ja, weet je, daar prik je als kijker ook doorheen. Er gebeurt weinig wat heel spontaan is. Ja. Maar ja, ik bedoel, ik vond de eerste jaren van Late Night geweldig met Umberto. Maar daar zat meer inhoud in dan dat hierin zat, in ieder geval. En die sidekicks, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het best een leuk idee. Want ik denk dat Art best wel iemand naast hem kan gebruiken... die een beetje reuring geeft. En ik vind Richard Groenendijk normaal heel leuk. En vorige week, moet ik zeggen, redde die ook wel een paar keer het gesprek, had ik het idee. En deze week zit Rianne van Dorster. Ja, die vind ik heel leuk. Maar die zie ik totaal niet bij RTL. En gisteravond kwam zij terug van een optreden in Frankrijk, begreep ik. En had ze heel Maarten van der Weijden gemist. Wat ook het is aan de ene kant heel verfrissend. En aan de andere kant denk je ook, ja... Dat is ook wel heel raar. Ja. Maar ik ben benieuwd naar Merel Westrik straks. Ja. En de kijkcijfers, neem jij die ook mee in jouw beoordeling of niet? Want dat kan natuurlijk ook afhankelijk zijn van het weer, van andere omstandigheden, alternatieven. Ja, dat zijn altijd van die leuke excuses die nu worden verzonnen, het weer. Maar als ik dan bijvoorbeeld zondagavond keek, toen deed bijvoorbeeld Café Hendricks en Geneet ook niet zo denderend. En dan wordt er gezegd, ja, het is hartstikke lekker weer. Hart van Nederland trok op dat tijdstip gewoon 600.000 kijkers. Dus de mensen zijn er wel. Je moet alleen zorgen dat je ze iets biedt, waardoor ze gaan kijken. Ja. Nog een tip voor Art en zijn redactie? Kranten lezen en zorgen dat je leuke onderwerpen hebt... waar je mensen, de televisie voor doet aanzetten. Ja, nou goed, het blijft natuurlijk allemaal vissen in dezelfde vijver. Hè? Ik bedoel, Pauw, die redactie staat als een huis. Nou ja, straks natuurlijk ook weer Jinek. Ik bedoel, de concurrentie is ook echt, dat is ook echt heel lastig. En tegelijkertijd denk ik echt wel dat er ruimte is... voor nog een talkshow in Nederland op de late avond... die een iets andere signatuur heeft... maar ja, dan moet het wel, ook wat het ook is, moet het wel goed zijn. En dat is het gewoon nu niet. Verwacht je nog iets van Talpa? Gaan die nog een talkshow doen op dat tijdstip? Nou ja, die willen wel iets. Dat is wat ik weet. Maar wat ze precies... ik heb een aantal dingen voorbij horen komen de afgelopen tijd... wat het ook allemaal weer niet geworden is. Dus wacht af. Maar ja, misschien gaat Gordon iets doen op de late avond. Wordt dan een totaal ander soort programma. Ja, dat denk ik ook. Alhoewel ik daar hoorde dat hij misschien wel iets aan het begin van de avond zou gaan doen. Op de plek van 6 en 6. Ja, ik weet het ook niet. Volgens mij weten ze het zelf daar ook nog niet zo goed. Ja. Goed, nou ja, we gaan het over allerlei andere momenteel programma's die allemaal op de buis komen hebben. We moeten het ook even hebben over M, wat natuurlijk totaal anders doet dan afgelopen jaar. Eerst even terug naar de muziek. We komen uit bij The Who op jouw lijstje. Wat heb jij met The Who? Nou, niet zo heel veel, maar ik had wel heel veel. 15 jaar geleden.